Welkom bij deze eerste nieuwsflash. We staan hier op het stationsplein in Enschede bij het beeld Metropolis van Jelle de Graaf, vlakbij Warp Technopolis. In deze serie video's gaan we je wekelijks een update geven over ontwikkelingen hier op deze locatie en vooral vanuit het enorme pand achter ons en ruim 3000 vierkante meter Warp Technopolis, de nieuwe creatieve broedplaats in de regio Twente. Ja, hier achter mij in dit enorme pand wordt al druk gewerkt aan projecten. En één van die projecten is de Space Bar. De Space Bar is een nieuwe horeca en kunst experience met future art, design, games en a lot of electronic music. We staan hier in de Space Bar. Een bar die helemaal door kunstenaars is vormgegeven en ingericht. De bar zelf bijvoorbeeld hier is ontworpen en onlangs geplaatst door Jelle de Graaf. Oké, we zijn hier nog steeds in de Space Bar, waar wij binnenkort heerlijke bieren op de tap hebben. Brewdog, Punk IPA en de originele Budweiser uit Tsjechië. Verder zullen we nog diverse heerlijke bieren op fles en blik aanbieden aan ons publiek. We staan hier nu achter in de Space Bar bij ons kleine podium, waar wekelijks op zaterdagavond de Space Bar Techno Club Night wordt gehouden. Maar ook allerlei andere presentaties. Onder andere het Gogboard Café op 9 april wordt even uitgesteld, maar gaat plaatsvinden. Het programma was al bevestigd rond ons thema de Quantum Supremacy, over de technologische superioriteit van de nieuwe supercomputers zoals die geclaimd zijn. En door onderzoekers hier ook in Twente aan het Nanolab van Mesa Plus onder andere worden onderzocht. Onze sprekers voor deze avond zijn dan ook verbonden aan dit instituut. De voormalige wetenschappelijk directeur professor Dave Blank gaat daarover vertellen. Maar ook de onderzoekers Gert-Jan Scholten en Floris Zwanenburg zijn sprekers op deze avond. Dat komt allemaal nog. Volg ons op Facebook. Daar zul je zien wanneer wij hier echt open gaan. Uiteraard gebeurt er nog veel meer in de ruim 3000 vierkante meter in dit enorme pand. Maar dat zie je in de volgende nieuwsflash.